Als je op zoek bent naar een gratis en wat makkelijker alternatief voor Photoshop om bepaalde vormgevingsdingen in te doen, dan zou je dat kunnen doen in Canva. In deze video laat ik je zien hoe Canva werkt en ja, welke opties je hebt. Hoi, ik ben Grietje van de Videomakers, het kanaal waar we jou helpen bij het maken van betere video's. Wil je daar nooit meer iets van missen? Abonneer je dan zeker eventjes op ons kanaal. Dat kan natuurlijk door op die mooie grote abonneerknop te drukken en als je daar dan toch bent, druk dan ook even op het belletje. Want dan krijg je elke keer een notificatie als er een nieuwe video online komt. Mocht je nog nooit onze gratis startschitsen gedownload hebben, dan zou ik dat toch ook zeker wel even doen. Dat kan door je hierboven aan te melden voor onze nieuwsbrief. En dan krijg je onze gratis e-books, onze startschitsen daar gewoon helemaal bij. In deze video wil ik een aantal mogelijkheden laten zien van Canva. Ik vind Canva zelf een ontzettend fijne tool om kleine vormgevingsdingen te doen. Ik heb ook Photoshop, want ik heb het hele Adobe pakket. Dus ik zou ook gewoon dingen daarin kunnen doen. Maar ik merk dat, ja, Photoshop zit niet per se in mijn vingers. Dus als ik daarin ga, dan denk ik, oh ja, hier kan altijd alles op 100 manieren. Hoe ga ik dat nu het beste doen? Bovendien, niet iedereen heeft Photoshop. En Canva is gewoon een website online waar je ook vormgevingsdingen op een hele simpele manier kan doen. Dus dat is ontzettend fijn. Een paar dingen die je ik je graag wil vertellen voordat we erin duiken. Namelijk, Canva is dus een website met daarop een tool waarin je vormgeving kan doen. Dus bijvoorbeeld thumbnails kan maken voor je video's, maar ook social media posts kan maken. Je kan banners maken voor je YouTube kanaal. Nou ja, er is echt van alles mogelijk. Maar je hoeft er dus geen programma voor te downloaden. Dus dat is fijn. Het tweede is dat je Canva gratis kan gebruiken. Er is een gratis variant waar je heel veel mee kan. En er is ook een betaalde variant, een pro variant. En dan kan je weer net iets meer. Op het moment dat je bijvoorbeeld zegt, ik wil een plaatje maken met een doorzichtige achtergrond. Hè, dus een PNG. Dus dat je alleen bijvoorbeeld zo een beertje ziet en dat die geen achtergrond achter zich heeft. Dat kan alleen maar met de pro versie. Dus dat kan niet in de gratis versie. En verder kan ik er natuurlijk van alles over zeggen. Maar zou ik vooral zeggen, duik met mij mee de computer in. Want dan ga ik het je gewoon laten zien. Zoals je ziet ben ik naar canva.com gegaan en dit is de website van Canva. Ik ben ook meteen ingelogd. Je ziet hier een klein g'tje bovenin. Dat is mijn profiel. Want ook als je Canva gratis gebruikt, dan moet je wel een account aanmaken. Ik herinner me dat dit ontzettend simpel is. Dat dat met je e-mailadres al kan of je kan het koppelen aan Facebook als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Maar ik herinner me in elk geval dat dit niet heel veel stappen waren en dat het heel ingewikkeld was. Volgens mij is dit vrij eenvoudig. Dus dat is de eerste stap. Op het moment dat je dat hebt, dan kom je hier. Ja, dan kun je eigenlijk gewoon vanuit hier meteen aan de slag. Het voordeel van dat je zo'n account hebt, is ook dat hij al je ontwerpen opslaat die je eerder hebt gemaakt. Als je hier aan de zijkant naar All Your Designs gaat, dan zie je dus ook dat hier alle projecten waar ik mee bezig ben geweest, die staan hier gewoon nog allemaal klaar. En als ik erop klik, dan kan ik daar gewoon verder werken. Maar even nog een stapje terug. We gaan eerst naar Home. Want op het moment dat je hier voor het eerst komt en je denkt ik wil wat gaan maken, dan moet je eerst bedenken, wat is het dat ik wil gaan maken? Je kan iets maken met bewegende elementen. Je ziet hier bijvoorbeeld ook de optie video staan. Je kan een presentatie maken die dan weer bestaat uit verschillende tabbladen, zeg maar. Uit verschillende slides. Of je kan ook gewoon een banner maken of een thumbnail dus voor je video. Hier heb je bijvoorbeeld ook social media. Je kan een Instagram post maken. Facebook post. Ze hebben ontzettend veel dingen voorgeprogrammeerd. Wat je ook kan doen is hierbovenin op custom size klikken. Want nou ja, dat is een gedeelte van waar het over gaat. Het gaat gedeeltelijk over welke afmetingen moet je project hebben. Maar het gaat ook over welke templates kunnen we je aanraden. Dat gaan we zo meteen zien. Er zitten ook wel een aantal ingebouwde templates in dit programma. Maar je kan dus hiervoor iets kiezen als je denkt, oh ja, dit is exact wat ik wil doen. Dan heb je meteen de goede afmetingen. Je kan hier ook zelf invullen dat je bijvoorbeeld zegt ik wil 1920 keer 1080 pixels. Als je een pro-abonnement hebt, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, dan kan je dus dit later nog aanpassen. Als je geen pro-abonnement hebt, dan kan dat niet. Dus dan moet je er van tevoren goed over nadenken dat je afmetingen kloppen, omdat je dat later niet meer nog kunt veranderen. Goed, create new design. Je ziet op het moment dat we een nieuwe design hebben gemaakt, dan zie je dit. Hier is eigenlijk gewoon je werkblad en hier aan de zijkant heb je allerlei verschillende opties
van dingen die je hier kunt doen. Wat je dus ziet is, om te beginnen, dat je hier allemaal presentaties in dit geval hebt staan. Blijkbaar heeft hij bedacht, omdat ik 1920 keer 1080 zei, dat ik misschien wel iets zou willen met een presentatie. Maar los van deze presentaties zie je bijvoorbeeld, als je verder naar beneden doorscrollt, zie je hier ook nog een plaatje wat je bijvoorbeeld heel goed zou kunnen gebruiken als een thumbnail. Op het moment dat je hier de foto's van aanpast en je maakt deze tekst anders, dan kun je dit weer gebruiken als een thumbnail voor je YouTube video. Dus in principe bij templates vind je dus allerlei verschillende templates die je kunt gebruiken om te beginnen. Hou er dus rekening mee dat die templates wel afhankelijk zijn van de afmetingen die je hebt gekozen. Want je hebt bijvoorbeeld ook templates voor een cv. En die vind je dus niet als je deze afmetingen hebt gekozen. Dan moet je weer een A4 staand hebben gekozen. En dan kan je weer allerlei opties vinden om een cv te maken. Wat zij dus, waarvan zij de vormgeving dan al voor je gedaan hebben. Ik ga deze nu even weghalen weer. Ja, je ziet dus dat je overal ook los op kan klikken in zo'n template. Dus dat je ook dingen weer weg kan halen of bijvoorbeeld hier een andere kleur kan geven. Je kan denken, ik vind dit eigenlijk beter passen. En deze foto's kun je ook vervangen door je eigen foto's. Ik ga voor nu dit even weghalen. Het volgende wat je kan doen is hier naar elementen gaan. En bij elementen zie je hier dus van alles verschijnen. Je ziet onder andere lines en shapes. Dit is heel fijn omdat je hier gewoon een cirkeltje erin kunt slepen en daar dat gewoon helemaal kan aanpassen zoals je het zelf wilt hebben. Dus nu is die bijvoorbeeld grijs. Je kan zeggen ik wil hem een andere kleur geven. Je kan ook altijd, dat is wel goed om te weten, hier bovenin naar add new color. En dan krijg je echt een color wheel, wou ik zeggen, maar dit is geen wheel, dit is meer een rechthoek. Maar hier kun je dus zelf een kleurcode invoeren en dan krijg je gewoon exact die kleur. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld, net als wat wij hebben, hè, dat je bepaalde kleur blauw gebruikt of een bepaalde kleur roze, dan kun je de code hier invoeren en dan krijg je gewoon altijd die kleur. Je kunt ook hier met dat pipetje, kun je over het beeld heen gaan en zeggen ik wil bijvoorbeeld exact deze kleur blauw, paars, wat is het? En dan zorgt hij ervoor dat hij exact die kleur pakt en toevoegt aan je cirkel. Je ziet al dat je hier nog meer opties hebt. Je hebt hier ook graphics. Als je hier bovenin klikt op See All, dan laat hij gewoon van alles zien. Dus je kan hier bijvoorbeeld zeggen, ik wil graag een gradient toevoegen om ermee te werken. Je zou hem zelfs helemaal groot kunnen maken. Dat hij eigenlijk zo een mooie achtergrond wordt. Maar er zijn ook, wat is dit? Een cocktail, denk ik. Bloemen. Er zit hier echt van alles in wat je kan gebruiken aan plaatjes. En dat zijn dus niet alleen getekende plaatjes. Dat zijn ook, wat je hier net zag, bijvoorbeeld video's. Dus je kunt ook besluiten om niet iets stilstaands te maken, maar gewoon een video erin slepen. En die gaat dan, zoals je ziet, hier op de achtergrond spelen. En daar kun je dan ook weer dit soort elementen overheen zetten. Je kunt je afvragen of dit mooi wordt, maar je kan dus stilstaand beeld en video ook hier met elkaar combineren. En wat je hier aan de voorkant ziet is eigenlijk nog lang niet alles. Er kan nog veel meer, dus die zoekfunctie die gebruik ik ook nog wel regelmatig. Bijvoorbeeld op het moment dat je denkt ik wil een keer een grafiek maken. Ik vul in graph, want het is wel allemaal Engelstalig. Ik weet niet of als je grafiek invoert of die het dan ook doet. Ik doe gewoon altijd alles in het Engels. En dan zie je hier dus al allerlei verschillende opties voor verschillende grafieken. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld zegt ik wil gewoon zo'n diagram zoals deze, dan kan je hem erin gooien. En dan zie je dus ook meteen hier aan de zijkant dat je hier allemaal nummers krijgt. Item 1, item 2. Dus deze teksten hieronder en deze getallen hier aan de zijkant, die kun je hier allemaal aanpassen. Dat zal ik heel even laten zien. Op het moment dat je hier een 2 van maakt, dan zie je dus ook, ik weet niet of je snel genoeg was om te zien, dan zie je hier ook meteen dat hij hem aanpast. Dat hij lager is geworden. Als ik hem nu op 100 zet, dan zie je hem als het goed is helemaal de lucht inschieten. En bij dit soort grafieken kun je ook weer de kleur aanpassen. Dus je kunt hierboven weer klikken en gewoon zeggen wat zijn de kleuren die jij voor jouw grafiek graag zou willen gebruiken.
Dus hier bovenin het lettertype, de grootte van de letters. Ja, je kunt aan zo'n grafiek gewoon heel erg veel aanpassen. Ik merk binnen Canva, er zijn gewoon dingen zoals bijvoorbeeld dit soort grafieken of zo'n vorm die ik net liet zien, waar je heel veel aan kan doen. En dus ook de kleuren aanpassen, noem het allemaal maar op. En soms kan dat niet. Soms heb je een ontwerpje van iets of een plaatje waarbij ze gewoon zeggen, dit is wat het is. En die kan je gewoon gebruiken zoals die is, maar je kan niet nu nog de kleuren aanpassen. Dus weet dat dat dan niet aan jou ligt, dat het gewoon kan, dat het verschilt. Afhankelijk van wat je graag wilt gebruiken. Het laatste wat ik hier in elementen nog even wil laten zien, wat ook wel leuk is, is dat je dus ook bewegende dingen kunt vinden die geanimeerd zijn. Dus niet per se een video, maar iets van een leuke blob bijvoorbeeld. Dus even op blob zoeken. En dan zie je, nou nu heb ik allemaal blobs gevonden die niet bewegen. Want op het moment dat ze bewegen, dan zie je ze hier ook bewegen. Maar als je hier aan de zijkant klikt, dan kun je dus zoeken op animation. En dan kan je zeggen, ik wil een animated blob. En dan zie je hier bijvoorbeeld dat ik een witte blob gevonden heb die leuk beweegt. Als ik die er nu op doe, op deze achtergrond, dan zie je natuurlijk niks. En hier zie je inderdaad wat ik net zei, dat ik hier de kleuren dus niet van kan aanpassen. Want ik kan hem wel croppen en flippen. Dus ik kan hem wel draaien of kleiner maken. Ik kan hier dus niet de kleur aanpassen. Dus dan zullen we de kleur van de achtergrond even moeten aanpassen om hem te kunnen zien. Nou, als je op de achtergrond klikt, je klikt hier bovenin op background color. Dan kan ik gewoon zeggen een roze background. En dan is hier de blob die we er net ingezet hebben. En dan zie je dus dat die gewoon zo lekker blijft bewegen. Nou, dit soort elementen vind ik grappig op het moment dat je denkt, ik wil bijvoorbeeld een introductie maken voor mijn video. En ik vind het wel leuk als er een bewegend element in zit, bijvoorbeeld achter een tekst. Dan zou je daar dit soort dingen wel voor kunnen gebruiken of daarmee kunnen gaan spelen. Wat wel ook goed is om te weten, dat ga ik je nu even laten zien met die grafiek die we net hadden. Erin, deze bijvoorbeeld, op het moment dat ik deze nu loslaat, dan zie je dat hij een hele leuke animatie heeft. Al die dingetjes die komen omhoog. En je zou dus denken, op het moment dat ik dat exporteer, dan zie ik dat. Alleen, we hebben daar contact over gehad met Canva. Dat kan dus niet. Dus als je er iets insleept en het heeft een soort van beginanimatie waar die op triggert, dan is het op dit moment niet zo dat hij het mee exporteert als je hem straks downloadt als een video. Ze hebben wel tegen ons gezegd dat ze hiermee bezig zijn. Dus dat is wel goed om te weten. Ik doe niet omdat wij nu gezegd hebben dat het niet kan, dat je het ook niet probeert. Want voor hetzelfde geld kan het over een jaar wel. En dan is dat gewoon een leuke animatie om mee te nemen. Je kan dingen ook nog los animeren. Dus je kan ook hier nog bovenin op animate klikken. En dan kan je dus bijvoorbeeld zeggen, hij moet een rise of een pan of een fade maken. Ja, bij zo'n grafiek in dit geval vind ik dat niet zo mooi. Maar goed, je zou dat met andere elementen zou je dat wel kunnen doen. Ja, zoals je ziet, dus een heleboel mogelijkheden in elementen. Ik verlies mezelf hier nog wel eens in, dat ik dan denk, dit kan en dat kan en dat kan. Dus ik merk ook wel bij Canva, maar dat is natuurlijk bij elk vormgevingsprogramma in principe zo, dat het gewoon goed is om van tevoren te weten wat je wil gaan maken. Want dan weet je ook wat je zoekt, want anders dan raak je op een gegeven moment gewoon helemaal de kluts kwijt in alle mogelijkheden die er zijn. En deze elementen zijn dus elementen van Canva zelf of van anderen. Je ziet hier ook een klein kroontje onder in beeld. Dat zegt hij nu ook zelf, dat is pro. Dus dat krijg je op het moment dat je de pro-versie hebt. Dus je kan hier niet alles zomaar van pakken. En wat ook nog wel goed is, zeker op het moment dat je foto's gebruikt. Hè, je gebruikt een foto met een gezicht erin. Er zijn natuurlijk altijd bepaalde dingen die er wel en niet mee mogen. Dus ik zou ook altijd zeggen, als je dit soort elementen gaat gebruiken, lees de algemene voorwaarden van Canva. En er staat bijvoorbeeld ook in dat je het gezicht van mensen niet mag gebruiken voor dat je ze in een kwaad daglicht stelt, bijvoorbeeld. Maar wel commercieel. Dus kijk daar even naar afhankelijk van wat je hiermee wil doen. Of je ermee mag doen wat je ermee wil doen. Dan de volgende hier aan de zijkant. Dat zijn de uploads. Wat je kan doen is je eigen plaatjes in Canva zetten en daar vervolgens mee werken. En daar maakt hij dus een hele lange lijst van. Want alles wat je er ooit in hebt gegooid, dat onthoudt hij. Nou, zoals je ziet heb ik hier al inderdaad heel vaak onze thumbnails ingegooid. Kan ik hier erin zetten. Wat je ook ziet trouwens, op het moment dat je iets wil wat helemaal beeldvullend is, dan moet je even kijken dat je dat goed doet, want je kan een plaatje er zo inzetten. Als ik hem nu neerzet, dan blijft hij gewoon met een witte rand eromheen. Terwijl als ik hem hier bovenin hou, dan zie je dat hij helemaal het scherm vult, zeg maar, of helemaal het witte vlak vult. Als je hem dan loslaat, dan zit hij gewoon over je hele ontwerp heen.
Nou, ik heb hier dus een leuke foto. Theorie versus praktijk met Riske achter de camera. En ik sta hier nog net een beetje aan de zijkant in beeld. Hoe voeg je nou een foto toe? Nou, dat kun je doen door hierboven op upload media te klikken. En dan kun je naar de plek waar het staat. In dit geval hier. En dan klik je op open. En dan zie je dat er weer een thumbnail bij is gekomen. Die ik hier ook als achtergrond kan gebruiken of ervoor. Goed, mocht je nou trouwens willen doen wat ik je net liet zien. Dat je hier nog iets overheen zet wat half doorzichtig is. Dan ga ik heel even op zoek of ik ons elementje kan vinden. Kijk, hier is die. Deze heeft Riske dus zelf getekend. Superleuk. Dit is een playbutton zonder iets van een achtergrond erachter. Hier zie je dat er iets wits achter zit. Dat heb ik eerst geprobeerd. Dat werkt niet, want dan krijg je dus dit. Ja, dat is niet zo mooi. Dus je wilt iets zonder een achtergrond erachter in dit geval. En op het moment dat ik die hier neerzet, dan zie je ook aan de lijntjes dat die mooi in het midden zit. Nou, prima. Dit kan. Ik vond dit zelf wat hard. Ik heb het gevoel dat het fijn is als je er een klein beetje doorheen kan kijken. Wat je dan kan doen op het moment dat je dat wil, is hierop klikken. En dan bovenin hier op transparency klikken. En die kan je dan iets lager zetten, waardoor je nog door de playbutton heen kunt kijken. Nou, top. En als ik ze zo klaar heb, laat ik straks zien hoe je hem weer uit Canva haalt. En dan uploaden wij hem dus in dit geval in onze nieuwsbrief. Volgens mij kan je hier dus ook zelf video's uploaden, hoewel ik dat nog nooit heb gedaan. Maar volgens mij kan dat wel. En hier zie je dus ook de background remover. Maar ja, die is er alleen voor Canva Pro en dat hebben we niet. Want wij hebben alleen maar de gratis versie. Mocht je nou geen foto's van jezelf willen gebruiken, maar foto's van anderen, dan kan je dat hier natuurlijk ook nog doen bij foto's. En dan zie je al dat er een heleboel foto's klaarstaan. Je kan hierboven ook nog zoeken. Camera bijvoorbeeld. En dan krijg ik allemaal foto's met camera's. Leuk. Je merkt dus ook wat er nu gebeurde is dat ik hierop klik en dat hij hem dan al toevoegt. Maar ja, je ziet dan ook dat hij niet helemaal schermvullend is. Als je dus hier klikt, dan krijg je hem automatisch ook in je werkveld, zeg maar. Het laatste wat ik hier nog wilde laten zien is het toevoegen van tekst. Op het moment dat je denkt, daar mag nog wel wat aan woorden bij, dan kan dat hier. Je hebt hier allemaal voorgeprogrammeerde dingen. Sommige zijn ontzettend flashy. Ik ga even online sale erbij zetten. Dat lijkt me wel gezellig. Kijk, nou heb ik hier natuurlijk eigenlijk niet een heel lekker plekje voor. Oh, het wordt lelijk wat we maken. Sorry, Riske. Maar goed, hier hebben we online sale erbij. Het botst een beetje hiermee. Maar zoals je ziet kun je dit, wat voorgeprogrammeerd is, alle elementjes hiervan kun je ook weer aanpassen. Dus je kan hier bijvoorbeeld zeggen, oh, ik wil toch eigenlijk liever een ander lettertype. Ik kan hier zeggen, nou, misschien werkt het toch beter als het wit is. Werkt wel iets beter op die achtergrond. Blijft dat ik denk, mwah, zou het zo niet doen. Hier kan je ook nog aanpassen hoe groot of hoe klein het moet zijn. Dus je kan echt alle losse elementen kan je ook weer los aanpassen of weghalen. Ik kan gewoon ook alleen zeggen sale. En dan, deze dingetjes moet je dus allemaal los van elkaar een kleurtje geven. Als je ze, als je ze een andere kleur wilt geven. Dat is leuk. Kan je er een hele regenboog van maken. Maar goed, dat kan je dus makkelijk bovenin aanpassen. Mocht je denken, ik wil gewoon tekst zonder poespas. Ik haal dit even weg. Oh, dan moet ik ze natuurlijk ook weer allemaal los van elkaar weghalen. Hoppa, doe hem even zo. Je kunt ook gewoon hierop klikken. En dan krijg je gewoon een hele neutrale plek om tekst neer te zetten. Dus hier kan ik gewoon zeggen, de videomakers. En hem dan gewoon iets kleiner maken. En hem hier zo oppakken. En hem op de juiste plek zetten. En dan hetzelfde als net. Ik kan hem hier eventueel nog een andere kleur geven. Groter maken, kleiner maken. Animeren. Ik kan hem laten verschijnen. Hartstikke leuk. Ik kan hier nog allemaal effecten toevoegen. Misschien ging ik nu net een beetje snel, maar hier kan je hem dus animeren. En hier kun je dus effecten toevoegen. Dus je kan hem ook nog een schaduw geven. Of een lijntje geven om alle letters heen. Ik ga niet helemaal alle opties met je doorlopen, maar je ziet dat je hier dus ontzettend veel kan aanpassen. Ga daar zeker mee spelen. Ik zou wel altijd zeggen, Riske heeft een keer een video gemaakt, ook over vormgeving. Hou het
enigszins simpel. Want heel vaak is het zo dat hoe meer je overboord gaat met allemaal rare effecten en dingen, hoe meer het ook een kermis wordt. En vaak is dat eigenlijk niet wat je wil. Want als je zo'n kermis maakt en je wil dat goed doen, dan moet je het ook echt heel goed doen. Dus bij vormgeving is het vaak zo, als je het wat eenvoudiger houdt, wat meer recht toe recht aan, dat het er sneller ook wat professioneler uitziet. Als dat is waar je voor gaat natuurlijk. Als je gaat voor kermis, dan go for it. Op het moment dat je nu denkt, ja, ik heb gemaakt wat ik wilde maken. Dus stel dat dit was wat ik wilde maken. Dan is de laatste stap natuurlijk om hierbovenin naar download te gaan. En op het moment dat je daarop klikt, dan zie je eerst hier dat je een file type kan kiezen. Hij zegt zelf, maak er maar een PNG van. Maar je kan ook kiezen voor een JPEG. Nou, hij zegt er zelf ook al bij wat het betekent als je dat kiest. Bij PNG zegt hij van high quality image, dus dat is een wat hogere kwaliteit. Bij een JPEG zegt hij dat is een wat lagere kwaliteit. Maar het kan ook een PDF zijn, standaard, PDF voor print, SVG. Nou, dat gebruik ik nooit, dus dat heb ik niet nodig. Of een MP4 video of een GIFje. Nou, op zich vind ik dit een super overzichtelijk lijstje. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar, als je wel eens iets uit Premiere hebt geëxporteerd, dan heb je weet ik het hoeveel mogelijkheden. Hier kan je dus gewoon heel eenvoudig kun je kiezen. Dus je kan hier bijvoorbeeld zeggen, maak er inderdaad maar dit van. En dan dit soort dingen kun je dus niet meer aanpassen. Dit kan je alleen aanpassen als je de pro-versie hebt. Dus bijvoorbeeld transparent background. Dus je wil de achtergrond ergens achter weghalen. Ja, dat kan dus alleen maar als je de betaalde versie hebt. Ik denk dat dit prima is. Dus ik klik op download. En dan zie je inderdaad dat hij hier beneden gaat downloaden. En dan heb ik hem hier. Hoep. Ja, daar is hij. Je ziet dat hij hem sale heeft genoemd. Wat hij doet is, hij vernoemt het project vaak naar de eerste tekst die je erin hebt gezet. Dus op het moment dat ik er sale in zet, dan denkt hij, tekst, sale, top. Dus daarom heeft hij dit bestand nu sale genoemd. Maar je kan het natuurlijk op je computer gewoon hernoemen en het een andere naam geven. Goed, tot zover dit kleine inkijkje in Canva. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Mocht je dus op zoek zijn naar een vrij eenvoudig programma om vormgevingsdingen in te doen, dan kan ik je Canva echt aanraden. Het is gratis. Je hoeft het niet op je computer te installeren. En ja, ik vind dat je er al heel snel op een makkelijke manier mee aan de slag kan. Ik gebruik het dus vaak nog terwijl ik ook Photoshop heb. Ik zou mezelf ook een keer beter kunnen verdiepen in Photoshop. Maar ik merk dat dit gewoon heel makkelijk werkt. En dat vind ik gewoon heel prettig. Als je nog vragen hebt, laat het weten hier beneden in de comments. Ik durf je niet te garanderen dat ik alles weet, want ik ken het programma niet helemaal van binnen en van buiten. Maar ik kan natuurlijk altijd mijn best doen om er een antwoord op te geven. Voor nu bedankt voor het kijken en ik hoop dat ik je volgende week natuurlijk weer zie.